bedankt. En natuurlijk het allergrootste bedankt natuurlijk voor jullie allemaal, mijn kijkers. Als ik een paar YouTubers vergeten ben, het spijt me. Het spijt me als jullie vergeten ben. Jullie zijn allemaal awesome. I love jullie allemaal. Ook diegene die me hebben laten vallen. Ook liefde voor jullie. Want jullie hebben ooit waren jullie mijn vrienden. En ooit vond ik jullie hartstikke chill. Jullie hebben ooit geholpen met mijn plezier in YouTube. Yo, kijkers, mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, Rotjoch. Jongens, vandaag heb ik een speciale video voor jullie. Want het is natuurlijk het einde van 2015, 2016 gaat beginnen. En ik heb besloten om 2016 keihard te gaan knallen met YouTube. Veel meer tijd erin te gaan stoppen. En misschien proberen inderdaad om het fulltime te gaan doen. Laten we het hopen. Maar eerst ga ik natuurlijk een video doen zoals er staat, genaamd mijn 2015. Want ik ga jullie uitleggen hoe mijn 2015 gegaan is dit jaar, vanaf januari. 1 januari tot nu, zeg maar. Dus 29 december op het moment dat ik het opneem. Dus hij komt vandaag meteen alweer online. Hartstikke chill. Ik probeer in één stuk door te praten. Heb ik lang niet gedaan, een echte commentary op deze manier. Maar laten we hopen dat het goed gaat. Ik heb ook een nieuwe computer. Voor degene die het weet, ik heb een computer alleen gekregen om beter te kunnen renderen, beter te kunnen editen. Hopelijk gaat het werken. Hopelijk klopt mijn geluid een beetje en mijn mond. Als het niet klopt, dan helaas. Geef het even aan zonder te haten. We gaan er gewoon tegenaan. Goed. Even een slokje van mijn thee, want ik wil gewoon even met jullie praten over mijn 2015. Want, zoals jullie weten, ik heb echt een geweldig jaar gehad. Ik ben echt super blij geworden. Ik ben heel tevreden op het moment waar ik sta met YouTube en hoe het gegaan is. Maar zo ging het niet vanaf het begin. Want, vorig jaar, eind 2014 dus, rond september, december, was ik gestopt met dagelijks HD. Dat was een keuze die ik toen gemaakt had in mijn leven, omdat ik heel veel tijd kwijt was in YouTube en er eigenlijk niks voor kreeg, want ik kreeg helemaal geen geld voor YouTube. Ik was wel heel veel mee bezig, bijna fulltime was ik mee bezig en ik had een baan nodig, want velen van jullie weten het niet, ik ben ondertussen al 23 jaar en ik had geen baan, dus ik had geen inkomen en door mijn YouTube werd ik een beetje te veel afgeleid en ik had gewoon geen tijd meer om DHD te doen. Toen was ik gestopt met dagelijkse D, uit elkaar gegaan als vrienden Milan en ik, van ik heb er gewoon echt geen tijd meer voor, ik ga niet bij een andere crew op dat moment, dat heb ik ook gezegd tegen hem, ik ga niet bij een andere crew of zo. Het is gewoon puur, ik heb geen tijd meer, ik ga van mijn eigen kanaal, ga ik verder en dan gewoon keihard aan mijn eigen kanaal werken nog en ik ga werk zoeken. Nou, dat is dus gebeurd in eind december 2014 ongeveer. Dat kwam ik in 2015 aan en in januari kreeg ik een nieuwe baan. Ik had besloten, ik ga solliciteren voor een baan bij de Starbucks. Is me gelukt, ben ik aangenomen, maar het was echt een verschrikkelijke baan. Ik had echt kut tijd om te werken, verdiende niet zo heel erg veel geld. Ik werd gewoon door echt super ongelukkig daar en ik had het gewoon even niet nodig. Maar daarnaast ging ik ook opnemen met mensen die ik wou opnemen. Want ik dacht, yo jongens, ik ga lekker mijn videokanaal voorzetten. Lekker YouTube video's maken, want dat maakt me wat blij. Vooral groepsopnames. Zoals je ziet, ik neem het bijna nooit in mijn eentje op. Want ik vind het veel leuker om een groep op te nemen. Om met mensen op te nemen. Maar daar komt eigenlijk het slechte ding waarom mijn 2015 zo kut begon. Ik was dus ooit een DHD'er. Dus dat houdt in als je bij bijvoorbeeld een DHD zit, een DDG zit. Of bij Enzo opneemt, of met een andere crew nog. Dan heb je best wel invloed op de community. Dat houdt in, je krijgt veel kijkers door natuurlijk als je met David of met Milan of met Enzo opneemt. Zo werkt het nou eenmaal. Dus, als je een van hun bent en je bent zeg maar met hun in contact, heb je ook de kans om andere mensen te laten groeien. Ik bedoel, als mensen met mij meedoen in mijn video's, jullie kijken mijn video en bijvoorbeeld Rick van Super Gameplay doet mijn video mee. En ik van, die Rick is toch een chille gast. Ik ga ook zijn kanaal checken en op Rick abonneren. En daardoor zeg maar zijn subscribers aantal groeien. Nou, dat in dat ik voor hun een waarde ben. Want ze hebben iets aan mij. Omdat ik dus voor views zorg van hun kanaal. Dus dan willen ze graag met me opnemen. Op een gegeven moment nam ik een stapje terug van, dat is dus eigenlijk, ik ga ook geen namen noemen in deze video. Nam ik een stapje terug van dagelijkse day. Want het ging gewoon niet meer. Ik had gewoon echt werk nodig en ik ging daar mijn tijd te stoppen. En dan denk ik, ik moest stoppen met YouTube, met DHD, maar wel mijn eigen kanaal verder ging. En op het moment dat ik dat deed, gingen ook mijn recordings weg met andere mensen. En dat is iets waar ik heel erg van gebaald heb. Mijn 2015 begon dus heel kut, want misschien heb je het gemerkt. Ik had eerst namelijk heel veel met een aantal mensen. Heel vaak, toen ik mijn DHD zat. En sinds ik mijn DHD weg ben, gewoon helemaal niet meer. En dat deed me best wel veel pijn. Het was dus al iets wat best wel kut was voor mij. Ik baalde er heel erg van, want ik dacht dat mijn matties waren, mijn vrienden. Van, nou, ik zat met DHD, maar ik kan nog wel met ze opnemen met een paar boys en zo. Maar zodra ik weg was met DHD, misschien interpreteer ik het verkeerd. Maar toen ik daar weg was, wouden een paar gasten gewoon niet meer met me opnemen.
En dat deed pijn. Ik dacht dat het mijn vrienden waren. Ik ga geen namen noemen. Maar het zijn de gasten die vroeger heel veel mijn kanaal zag. En ik heel vaak op hun kanaal was. Toen ik dus van waarde was voor ze. En op het moment dat ik geen waarde meer was. Dat ze me gewoon keihard hebben laten vallen. Dat was in januari, februari, maart. Het deed heel veel pijn. En dat was heel kut. Maar ik dacht eerst van, ja goed, ik verbeeld het me maar. Want op een gegeven moment waren opnames. Ik vroeg, hey jongens, kunnen jullie meedoen met mijn opnames? En was van, nee, kan niet, want ik ben er niet. Of dat soort dingen. Maar wel met z'n allen steeds opnemen zonder mij. Dus gewoon mij de hele tijd gewoon niet vragen voor die opnames. Dat deed, dat vond ik helemaal heel pijnlijk, heel lullig. En ik dacht van, nou goed, het kan gebeuren. Maar op een gegeven moment was één voorbeeld, dat was heel duidelijk. Was op een gegeven moment van, ik vroeg één persoon van, hey, wil je samen met mij opnemen nu? Om 4:30, zeg maar, weet je wel. Om 4:30 wil ik opnemen. En met jou en jou en jou. Nou, alle drie zeiden ze dus, nee, ik kan niet met je opnemen. Het gaat niet, want nou, eentje kon wel trouwens, de andere twee niet. Eentje was echt, kon echt niet. Die was gewoon niet thuis. Niemand anders zei tegen mij, ja, ik kan ook niet. Ik heb namelijk om ding had ik een afspraak met zijn baas, met zijn werkgever. Dus hij kon niet, zegt hij. Nou, oké, dus ik geloof dan natuurlijk. Waarom zou je tegen me liegen? Waarom zou je dat doen überhaupt? En toen kwam dus iets waar ik dus heel veel... Eigenlijk gewoon, wat gewoon pijn dit, weet je. Ik dacht dat het een vriend van me was. Want op een gegeven moment kwam Milan van, hey jongens, om 4:30 een opname voor dit. Wie kan er meedoen? En die gast reageert gewoon, ja, ik kan meedoen. En toen zat ik zo van, ja, dude, ik vroeg je net nog. Ja, en ineens kon hij weer, weet je. En dat was wel iets wat me best wel pijn deed. Dat op een gegeven moment dat... eigenlijk de gasten die ik dacht dat mijn vrienden waren, mij keihard hebben laten vallen. Dat deed echt heel veel zeer gewoon als in persoonlijk. Dus ik vond YouTube helemaal niet meer leuk. Want de gasten met wie ik allemaal opnam altijd, die wilden niet meer met mij opnemen. Ik was niet belangrijk voor ze. En dat deed best wel zeer. Dus mijn 2015 begon heel kut. Januari was kut. Februari was kut. Januari, februari, maart was kut. En toen kwam op een gegeven moment mei. En toen was het Dutch YouTube Gathering. Daar heb ik veel mensen gesproken en een paar fans ontmoet natuurlijk weer. En dat begon ik weer leuk te vinden. Dus ik ging er weer tegenaan. Ik pakte mezelf weer op naar de gathering van, hey Dale, niet zo piepen, niet zo huilen. Want ik was ook gestopt, hè, van februari tot maart ongeveer. Januari, februari, maart en april, half april begon ik weer naar die gathering van, hey. De gathering heeft me weer power gegeven om weer iets te gaan doen. Ik heb gezien dat mensen me toch chill vinden, mij als YouTuber. Ik word herkend. Het gaf me echt een extra boost. En toen begon ik weer in één keer, weet je wat, fuck it, ik ga een knopje omzetten. Ik ga er weer tegenaan. Ik ga ook vragen voor opnames. Na een paar gasten met wie ik vroeger opnam, die wilden niet meer opnemen. Van nee, dat ga ik niet meer doen. Want heel simpel, je kan je eigen kanaal niet onderhouden. Waarom zou ik dat doen? Nou goed, ik heb gezegd, weet je wat, ik ga ook niks meer persoonlijks aantrekken van die gasten die mij genakt hebben. Fuck dat. Ik heb gewoon gezegd, weet je wat, prima. Jij wilt niet meer opnemen. Ik ga lekker mijn eigen opnames doen. Ik ga gewoon keihard knallen. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk dacht van, weet je wat, ik ga boeien wat de rest van me vindt. Ik ga lekker mijn eigen ik doen en ik ga hopen dat ik ga groeien. Op een gegeven moment kwam ik iets bij het Wie is de Mol terecht, weet je wel. Dat was vorig jaar ook al in terecht, 2014. En steeds weer mappen maken. En ik kwam ook steeds meer in contact met bijvoorbeeld David. En op een gegeven moment kwam iets van... We waren gewoon bezig met Wie is de Mol mappen. En Kingdom zat er weer aan te komen. En ik dacht, weet je wat? Ik wil graag in de Kingdom. Dat wou ik toen ook al doen voor Malino. Maar Milan die was gestopt met Kingdom. En toen vroeg ik aan David heel letterlijk gewoon... Hey Daaf, mag ik in de Kingdom? En ik wil graag een eigen kingdom kunnen starten. Mag dat? En toen zei David van... Yo, gast, waarom moet altijd iedereen een eigen kingdom hebben? Zijn jullie bang om mij iets te vragen? Zeg, waarom word je niet gewoon mijn rechterhand worden? Mijn hertog. Zeg, ja, dat lijkt me heel tof. Zeg, kijk, tof, moet je een sollicitatie doen naar een hertog? Heb ik ook gedaan net in die video. En uiteindelijk ben ik aangenomen als een hertog. Nou, leuk gedaan. In projecten is uiteindelijk langzamer gestart. En toen kwam de Mindtopia. Vroeg ik, wat mag je in Mindtopia? Welke rol vind ik vet? Dit vind ik leuk om te doen. Mag dat? Dat kan. Hier... Start. Hoppakee. Super tof. En zo heb ik uiteindelijk leren ook David leren kennen door mezelf op te pakken weer. Vanuit eigenlijk weer het punt dat ik eigenlijk klaar was met YouTube. Dat mensen mij keihard hebben laten vallen. Dacht ik van, weet je, fuck it. Ik ga gewoon door met werken. En ik ga doen wat ik leuk vind. En dat is vooral projecten. Want zoals veel mensen weten, ik doe met letterlijk elk project van David doe ik mee. En dat was voordat ik in Team DDG was. Hè. Dat was gewoon zomaar. Ik vond Prison super vet meedoen. Wie is de Mol? Vet. Super vet zelfs. Dat ik zelfs mappen heb geschreven. Weer een nieuw geschreven voor het volgend jaar. Vet, dope, super gedaan, toch? Right? Kingdom, altijd vet gevonden. Acteren was niet zo leuk, vond ik. Want acteerwerk voor sommige mensen was altijd een beetje meh. Maar ik vond het wel vet en een heel leuk project meedoen. Ik doe letterlijk elk project wat hij verzonnen heeft, doe ik aan mee omdat ik het daadwerkelijk leuk vond. Nou, uiteindelijk veel contact gehad met die gasten. Nieuwe mensen leren ontmoeten via de Prison. Die me ook weer extra boost gaven weer om op te gaan nemen met mensen. En
Het ging ook goed weer, weet je wel. Ik besloot gewoon, weet je, fuck it. Ik ga gewoon elke dag een video voor jullie uploaden om 4:30. En dat heeft goed uitgepakt, want het was natuurlijk niet unnoticed. Want na een paar maanden, eigenlijk 2 maanden tijd, was ik vooral via Mantopia gegroeid van 25.000. Ik zit jarenlang vast op 25.000 naar... Uiteindelijk was het 60.000 in een maand tijd, 2 maanden tijd. En in 2 maanden tijd ben ik 40.000 abonnees gegroeid. Dat is echt insane veel voor iemand die met 25.000 vastgezeten hebt. En jarenlang sinds DRD kwam er namelijk niks meer bij. Niemand keek mijn video's meer. En ik heb mezelf gewoon opgepakt. En toen in één keer bam, kreeg ik een stijging. En ik ging heel veel samenwerken met mensen. En steeds meer spelen met mensen en chillen met mensen. En op een gegeven moment kwam ook David met het voorstel. Hey Dil, hoe zou je het vinden om in DDG te gaan? Dat is ook een stukje echt belangrijk in 2015 om in DDG te komen. Want volgend jaar begin ik bij Team DDG, Team DDC. Voor degenen die het nog niet wisten. En ik dacht, vet leuk. Lijkt me echt super awesome te gaan doen. En wat ga ik dan doen? Nou, heb ik een paar taken gekregen, een paar keer afgesproken nog. Het was een soort battle. Nog tussen mij en een paar andere gasten moesten we een soort van kijken wie de beste was. Wie de volgende crew wil hebben. Nou, uiteindelijk heeft hij gekozen voor ons allemaal. Dus hij vond ons allemaal wel goed genoeg voor DDG, DDC. En daar was ik heel blij mee. Ik bedoel, ik heb weer een crew waar ik eigenlijk mee kan werken. Alleen, sommige mensen die waren nog een beetje boos op mij geworden. Van, ja, je bent een verrader. Voor degenen die dus nu willen weten. Je bent een verrader, je hebt DHD verlaten, geskipt en verraden. Want nu ga je bij DDG. Je bent gewoon een verrader. Nee, dat is niet zo. Als allereerst, ik heb halverwege het jaar, toen ik mijn kanaal dus weer aan het oppakken was, gevraagd aan Milan een keertje van, yo, mag ik een video bij je droppen op je kanaal weer? Bij de dagelijkse day, want dat had je ooit gezegd, dat je kan altijd weer proberen. En toen zei hij gewoon, nee, dat mag niet. Heel simpel, want je kan je eigen kanaal niet onderhouden. Dus waarom zou ik je die eer geven om dat met mij te mogen doen? En zijn beslissing, kan je niet boos op hem worden, want hij heeft gewoon groot gelijk. Ik had mijn kanaal echt... Ja, eigenlijk was echt helemaal niks meer waard. Omdat ik gewoon er helemaal doorheen zat. Maar hij heeft gelijk. Dus ik ga geen nieuws op zijn kanaal uploaden. Het is eigenlijk einde discussie over Milan. En daarna heb ik hem echt niet meer gesproken. Tot op een gegeven moment David dus vorige maand kwam met... Hey, zou je misschien in Team DDG willen komen? En zou je dat leuk vinden? En het eerste wat ik zei, ik vind het prima. Maar dan wil ik het eerst dat we het gaan bespreken met Milan. Dus Milan weet ervan. Milan heeft gezegd, ja tuurlijk joh, lekker doen. Het is jouw kanaal David, succes. Dus ook dat is iets wat super chill is. Dat is even afgesloten voor de kijkers. Zeggen, ja, je hebt DDG verraden, DHD verraden. Dat is niet zo. Milan weet ervan. Hij heeft het zelfs goedgekeurd. Dus helemaal toppie. En ja, nu zit ik aan het einde van 2016, 2015. En ik zit nu met 75.000 abonnees. En ik heb vet veel nieuwe vrienden gemaakt. En een nieuwe groep gejoined. En het is allemaal leuk en heel aardig. En ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. En ik wil 2016 gewoon keihard gaan knallen met iedereen. Ik wil alles achter me laten wat kut is. Alles wat ik niet leuk vond. Alle ruzies. Ik bedoel, als iemand kijkt van die oude groep mensen die ik opnam. Jongens, ik vind het allemaal prima. Ik wil er graag zand overheen leggen. Ik wil gewoon weer met z'n allen een leuk jaar maken. En met iedereen gewoon plezier maken. Ik bedoel, we zijn allemaal YouTubers. We zijn allemaal aardige gasten. We kennen elkaar allemaal. Joh, laten we geen ruzie maken of discussiëren. Laten we gewoon met z'n allen gewoon lekker een leuk jaar ervan maken. Lekker met z'n allen groeien. Mogen we allemaal lekker de miljoen subs aantikken volgend jaar. Dat hoop ik echt. En ja, dat is eigenlijk mijn 2015. Mijn 2015 wordt heel erg goed afgesloten met bijna 80.000 abonnees. En echt geweldige fans heb ik erbij gekeken. Hele leuke reacties, sommige hele nare reacties. Maar ja, dat hoort erbij. Maar echt hele toffe reacties. Ik probeer altijd op elke video toch een beetje in de reacties te reageren. Ook al zijn het stomme antwoorden die ik geef soms. Of leuke antwoorden. Ik bedank mensen. Ik vind het heel erg tof, maar eigenlijk het moraal van dit verhaal is eigenlijk 2015 dat ik mijn kijkers vooral heel dankbaar ben. Ik ben uit echt een heel laag zat ik op een gegeven moment. Ik zat echt helemaal erheen. Ik heb echt een donkere tijd gehad dat ik klaar was met YouTube, klaar was met sporten, klaar was met dit, niet meer wil werken. Ik was er helemaal klaar mee en door de gathering eigenlijk heb ik mezelf weer eruit kunnen trekken. Nou, eigenlijk vooral jullie. Jullie kijkers hebben me toen heel erg geholpen om weer terug op het zaal te gaan zitten en er gewoon keihard weer tegenaan te gaan. En dat komt allemaal door jullie leuke reacties die ik krijg. En de laatste tijd al helemaal met Mindtopia, met al mijn video's die ik doe, die halen de 10.000 weergaven, dat soort shit. Dat is gewoon awesome dat 10.000 mensen mijn stomme kutvideo's willen bekijken. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Heel veel mensen zeggen ook al vaak van mij, je bent arrogant en je bent heel gemeen tegen je kijkers. Ik ben niet arrogant, ik ben gewoon super zelfverzekerd. En ik ben niet gemeen, ik ben gewoon heel eerlijk. Weet je, ik weet heel veel YouTubers die doen alsof ze super aardig zijn. Maar dat zijn ze niet.
is iets wat achter de schermen gebeurt, weet je wel. Want ja, sorry, ik bedoel, we zijn ook mensen. Niet elke YouTuber is elke dag heel heel blij. Je hebt gezien wat gebeurt toen met Enzo en die prank van StukTV op een gegeven moment. Dan zie je ook een stukje dat Enzo ook niet altijd blij en vrolijk is. Dat is gewoon zo. En ik wil het gewoon mijn kijkers eerlijk duidelijk maken dat het gewoon niet waar is. Dat mensen allemaal super happy de peppy zijn. En ik, inderdaad, ik kan niet goed tegen mijn verlies. En dat mogen jullie best weten. Ik kan wel gaan lachen en shit. Nee, ik baal ervan als ik doodga in Minecraft PvP. Ik vind het kut. In League of Legends, ja, ik ben salty. Ik hou er niet van om te verliezen. Dat vind ik gewoon niet leuk. Nou goed, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. En mijn doelen voor 2016 natuurlijk, dat is heel belangrijk. Wat zijn mijn doelen voor 2016? Ik wil in 2016 uitgroeien tot 150.000 abonnees. Ik wil zelfs in mei dus, als de gathering is, dat YouTube gathering, dan wil ik 120.000 abonnees hebben en 2 miljoen weergave op mijn video's. Het is een hele zware taak. Het is echt een hele aim high. Ik wil heel hoog scoren. En we zullen kijken waar ik hit, waar ik het ga halen. Of ik het ga halen, ja of nee. En ik wil het ook natuurlijk met jullie steun doen. Dat jullie lekker mijn video's blijven liken, blijven kijken. Natuurlijk laten zeggen, ik wil deze serie zijn. Ik heb een nieuwe computer, dus Ark Survival gaat op mijn kanaal komen. Want heel veel mensen zeggen, ja, deel Ark. En ja, ik kan eindelijk Ark. Dus ik had het gedownload op mijn oude computer. Maar dat kon niet, want die was te scare. Maar nu kan het wel, dus ik ben er helemaal klaar voor. En in 2016 wil ik gewoon een keihard knallen met allemaal mensen om me heen. Met iedereen, elke YouTuber. Ik ben er gewoon klaar voor. Ik wil keihard gaan knallen. En ja, ik ben gewoon heel blij dit jaar. Laat me daarop houden. Ik ben echt super tevreden met wat ik gedaan heb. Wat jullie van mij gedaan hebben. En vooral de mensen. Ik ga nog wel een paar mensen bedanken. Dat doe ik even nu op het einde. Natuurlijk allereerst eigenlijk nog steeds is Milan. Ik weet niet of deze video ooit gaat zien. Of het stukje in je behoud gaat zien. Milan wil ik heel erg bedanken natuurlijk. Hij heeft me ooit op de kaart gezet in YouTube. Hij heeft me natuurlijk gezorgd dat ik een beetje bekendheid kreeg natuurlijk. Heel erg zelfs. En hij heeft mij laten zien dat YouTube heel leuk kan zijn. Uiteindelijk heb ik geen contact meer met hem. Dat is jammer. Dat is gewoon vervaagd, verwaterd. Dat geeft niet. Maar ik ben hem toch heel dankbaar voor wat hij voor mij gedaan heeft. En dat hij mij laat zien dat YouTube gewoon heel leuk kan zijn. En vooral met andere mensen. Want ik heb ook een hele leuke storm met hem gehad vorig jaar. Dat we elke wedstrijd van het WK bij hem gekeken. Het was echt super tof. En dat heeft me wel ook een moraalboost gegeven. Van, ik wil het gewoon doen met YouTube elke dag. Ik wil er gewoon keihard tegenaan gaan laten zien. Dus Milan natuurlijk bedankt. Don, altijd bedanken. Heel veel plezier met jou gehad. Altijd jarenlang achter elkaar. 2 jaar lang. En ook een beetje het contact een beetje verwaterd in opnames. Maar dan gaat 2016 graden veranderingen brengen. Ik heb je gesproken weer. We gaan in ieder geval een opname weer doen. Dus we zullen het zien. Hopelijk gaat het ook wel lekker komen. Natuurlijk wil ik David bedanken. David die is degene die mij opgepakt heeft weer na al die tijd. Hij heeft me heel hard zien vallen. Ik heb keihard gewerkt. En hij heeft gewoon gezegd van, Nadeel, ik zie dat je hard werkt. En je hebt gewoon doorgezet. Vind ik heel tof wat je het gedaan hebt. Want ik had ook kunnen stoppen. Maar veel mensen stoppen. Want nou ja, natuurlijk de val van DRD. Nou, heel veel mensen die bij DRD weg zijn. Zoals een Spectre en Arjan. Die waren gestopt. Ik niet. Ik dacht, fuck it. Ik ga er gewoon keihard tegenaan vechten. En het is me gelukt. Dus David, bedankt dat je mij deze kans wil geven. Überhaupt bij DDG en DDC. Ik pak met beide handen aan. Tegenaan. Cosmo, Duffy. Ik wil bedanken. Super tof. Als ik bij jou ben, is het gewoon leuk. Lachen. Gieren, brullen, gezellig en gewoon eerlijk YouTube praat kunnen hebben. Heel veel mensen weten niet van Duffy en ik, maar we praten heel eerlijk en kritisch tegen elkaar over elkaars video's. Van ja, dit moet beter, dat moet beter, dat is kut, dat is schuur, dat is kut. Dat is dingen, daar heb je heel veel aan. Het is gewoon een goede vriend, ik vind een goede gast, Duffy. Dus super bedankt. En natuurlijk het allergrootste bedankt natuurlijk voor jullie allemaal, mijn kijkers. Als ik een paar YouTubers vergeten ben, het spijt me als ik jullie vergeten ben. Die zijn allemaal awesome. I love jullie allemaal, ook diegene die me hebben laten vallen. Ook liefde voor jullie, want jullie hebben ooit waren jullie mijn vrienden en ooit vond ik jullie hartstikke chill. Jullie hebben ooit geholpen met mijn plezier in YouTube, dus dat vind ik heel belangrijk. Maar het belangrijkste natuurlijk jullie kijkers. Jullie kijkers hebben mij dus inderdaad zoveel steun gegeven. Allemaal hulp, leuke berichten, ook haatberichten, het maakt niet uit. Jullie reageren tenminste op mijn video's en de feedback die ik krijg is hartstikke leuk, weet je. Je mag altijd eerlijk tegen mij zijn, als je maar niet gaat schelden. Als je mijn video kut vindt, zeg dan gewoon, joh, deel, ik vind je video, dat gebeurt ook. Deel, ik vind je video kut, want dit en dit. Awesome, niet gewoon een dislike achterlaten. Gewoon zeggen eerst van, dit vind ik niet zo leuk. En dan moet je gewoon veranderen, want dat vind ik niet leuk om te zien. Prima, dan zal ik het doen. Maar vooral de kijkers die mijn video's liken, die echt leuk reageren, thanks. Jullie hebben me echt uit een hele donkere plek geholpen. Ik me echt niet leuk, echt niet goed voelde. En ik wilde stoppen met alles, waar ik ook gestopt was op een gegeven moment met alles. Jullie hebben me eruit gehaald. Ik wil jullie echt hartstikke bedanken. Jullie zijn echt geweldige kijkers. En ik hoop in 2016 dat we ze allen een heel leuk jaar ervan gaan maken. En dat ik jullie een heel jaar lang ga kunnen vermaken. Ik hoop het echt. Ik wil ervoor gaan. En ik hoop jullie ook. Met mij nog samen. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Het is een 20 minuten video geworden. Met alleen maar praten, praten, praten. Babbelen, babbelen, babbelen.
als je gekeken hebt, hartstikke awesome. Als je het helemaal gekeken hebt, laat even een reactie achter met boogie boogie boogie. Hoe je het schrijven wil, moet je zelf weten. Dat zou ik echt leuk vinden om te kijken of je dat doet. En daarna een leuke reactie eronder, ziet alleen maar boogie boogie boogie. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe nogmaals een blauw duimpje achter omhoog als je het heel erg awesome vond. Want dat doen jullie laatst heel erg goed voor mij. Ik ben echt heel blij met jullie. Ik ben echt uit de put getrokken. Ik was heel erg laag. Ik voelde me echt niet leuk. Echt slecht voelde ik me. En jullie hebben me eruit gehaald. Ik wil jullie echt bedanken hiervoor. En hopelijk houden we dit vol in 2016. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Later dan als ziens. En natuurlijk zoals altijd. Peace.